Hey, hallo, welkom bij een nieuwe video van Snippersnap, Chris en Jeanette. Jeanette en Chris. Vandaag gaan wij een kleine multi lopen in een oude steenoven. Dit is eigenlijk een soort van lost place. Het is een korte multi van nog geen kilometer, maar veel historische plekjes. Ja, het is een oude steenfabriek en hij is van 1923. Research. Hey, we gaan gewoon naar binnen, want het is koud. Kan, hè? Dat was hard werken. Nou, naar een interessante tour door een oude steenoven. Ja, ik vind het echt super interessant. En heel veel rekenen, maar wel te doen. Zelfs voor ons.
rekenen via de piramidebouwsteenformule. Hoe? Piramidebouwsteenformule. Oké. Het is ons gelukt, denken we. Denken we wel. Ja. We zijn nu op weg naar de eindlocatie voor de cache natuurlijk. Want daar zijn we natuurlijk voor gekomen. Ja, tuurlijk. Hè? Maar buiten dat, dit is gewoon super interessant. Weet je net, wij hadden deze getipt gekregen. Ja, deze. Ja, Elise Cornaat, dankjewel. Ja. Je hebt echt goede tips voor ons. Ja. De laatste, die serie met Vendrix Briefings, ja. Die hadden we ook dankzij Elise. Echt een spoorbaantje. Voorzichtig. Ja, waarom? Ja, dat vind ik wel gek. Neem hem maar mee, misschien is hij wel van de cash af. Ja, ja, dat kan, dat is niet. We hebben wat gevonden. Ja. Ja, maar die boom lijkt me ook wel logisch. Ja? Hebbers. In de boom. Oh, nou, die hoort er oh wel bij, ja joh, dan was dat de eerste waarschijnlijk. Even een foto maken van de CEO. Ja, ja, die zat wel. Stoer. Leuk. Een beetje vochtig allemaal. Ja. Het is gewoon zo'n oud... I'm the winner. Zo'n fietsenmakerskit. Kouhamme joh. Ja, het is special. Oh. Dadelijk een grote bak warme thee. Zo laat nog? 20:47 uur, zie je? Ja, dat mag ik helemaal niet. Nee. Ik weet, kijk, wij staan er op 11 april. Dan eindigt hier ons avontuur. Hey. Hey. Doodlopend spoor. Precies. Maar we hebben hem gevonden. Ja. Super gaaf. Dankjewel Elise voor de tip. Dat is zeker de moeite waard. Een kleine, zeer interessante multi. Ja, absoluut. Ja. En in een zeer mooie omgeving. Het is nu wel een beetje koud. Het is heel koud. Heb jij nog tips voor ons? Die wij zeker moeten bezoeken en misschien wel te filmen. Zet dan even hieronder even een reactie. Ja, of als je zelf een TLL-cache hebt gevonden of zelf een TLL-cache hebt en die in het zonnetje wil zetten, film hem. Ja. En stuur het ook op naar dan, ons. Dan plakken wij het erachter. Ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Wij gaan gauw naar de koffie, want ik heb het koud. Ja, ik ook. Ik heb het koud. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En we zien je graag de volgende keer. En tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Dit is een blooper. Thank you.